ben een jaar lang op pad geweest. Ik ben vier weken geleden teruggekomen. Op pad geweest inderdaad van het zuiden van Vuurland, Chili, naar Noord-Alaska. Een reis die natuurlijk al veel vaker is gemaakt. Daar is verder niet zoveel nieuws aan. En het ging ook niet zo over die reis. Het ging vooral over dat ik iets wilde doen. Kijken wat migratie, hedendaagse migratie is en betekent in de Amerika's. Ik werk heel veel in conflictgebieden, werk heel veel in gebieden waar mensen altijd aan het verkassen zijn. Vaak vanwege een oorlog of een conflict, maar ook vaak mensen verplaatsen zich. En daar is migratie is natuurlijk zo oud als de mensheid. En tegenwoordig met de nieuwe wereld is het natuurlijk steeds makkelijker geworden. Het grootste deel wat ik reisde was langs de Pan American Highway. Dat was ook een probleem, weet je wel. Als ik dat tegen mensen zei, zeiden de bladen, dat weten we nou wel, de Pan American Highway. Maar het ging mij helemaal niet om die weg. Ik moest een soort van houvast hebben om te zorgen dat ik niet opeens weer in Brazilië terecht kwam of in Venezuela. De marine. En op zich De weg is wel heel symbolisch, want de weg is ooit bedacht in de jaren 20, vorige eeuw, als een weg die gebouwd moest worden om culturen met elkaar te verbinden in Amerika's. Het laatste hotel in Coldfoot, het duurste hotel van de hele reis. Je zal hier een lekker band krijgen, hè?